later op de avond. En het is nu 7:55. Ik ben net in bad geweest. Ik heb mijn Miranda Sings shirt aan. En mijn pyjama broek van H&M. Deze komt trouwens uit Londen voor de mensen die het willen weten. Ik zit met twee struggles. Ik wil heel graag vloggen met Vlogmas elke dag. Maar ik ben bang dat ik het soms vergeet, zeg maar, te vloggen. Dus laat me even weten in de comments wat jullie willen. Willen jullie elke dag in december een vlog? Of willen jullie, net zoals gewoonlijk, 4 weekvlogs? Let me know in de comments. En ook even, omdat er over 2 weken, inmiddels over 1 week voor jullie, de MTV IMA's zijn. En de hele week eromheen allemaal festivals zitten en zo. Ben ik daar ook aan het struggelen? Want kijk, weet je, dus als ik dat in een weekvlog doe, dan wordt het te lang. En daar heb ik ook geen zin in. En ik kan het ook wel per dag, zeg maar, doen. Laat maar even weten in de comments of jullie dat ook willen. Het is nu 7:55. En ja. Ik ga zo lekker The Walking Dead kijken. Dat wil ik eigenlijk nu ook gaan volgen. En met mijn ouders en zo. Dat is super leuk. Want die volgen het al echt al echt iedere maandag. Ze zitten echt gewoon weer klaar voor om het te kijken en zo. En ja, ik ga dus nu heel even nog op de computer Bonnie kijken. En dan daarna ga ik naar beneden om The Walking Dead te kijken. En wat ik ook niet meer kijk is Goede Tijden. Ik heb echt een periode gehad dat ik elke dag wel Goede Tijden ging kijken en zo. En ja, ik weet het niet. Ik vind het niet echt meer heel erg boeiend of zo. Dus ja, laat maar even weten of jullie ook nog Goede Tijden kijken. En ja, dus. Ik ga nu even Bonnie kijken en ik zie jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en we zijn op school. Nou, eigenlijk niet meer. We hebben even pauze. En ik loop dus nu in een speeltuintje. Kijk hoe leuk. Dit was vroeger echt de shit. En Kaya is hier. En Nicky en Charlie zijn er ook, maar die zijn daar. Hoi Nicky, hoi Charlie. Hoi. Wat hebben jullie gehaald? Nee, niks. Maar we hebben wel dit gehaald. Nou, eigenlijk hebben we dit. We hadden 3 gehaald. Dr. Pepper, echt de beste. En we gaan dus nu weer vandoor. We gaan weer naar school. En we zitten vandaag tot 6:30. Half 6. Wauw, je haar is zo mooi op mijn beel. Nog rooier. Oh, mijn pony rooier. Is nog ponyriger. Dus let's go, we gaan er vandoor. Doei. Goedemorgen, het is donderdag en ik zit in de klas. En daar hebben we kaarten. Nou en, het is goedemiddag, maar ik begin nu pas met vloggen. Hoi Kaya. We zijn nu hier aan het tekenen. Voor de klas. Yeah, tekenen. En Nicky maakt selfies. Hoi Nicky. En dan doe je heel veel rondjes om het ovaal. Bruh, wat is dit? Dit is een mislukte. Oh, wacht, dit is verkeerd. Dus, we gaan dus nu lekker verder tekenen. En ik zie jullie zo weer. Doei! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik lig nog in bed, zoals je ziet. Het is nu 11 uur. Ines is over 2 uur bij mij, want vandaag gaan we de hele dag repeteren. Want morgen hebben we de fanauditie van de MTV IMA's. En daar heb ik super veel zin in, maar daar moeten we wel heel veel voor doen. En trouwens, ik heb helemaal niet aan jullie verteld, maar dinsdag heb ik tickets besteld voor Ariana Grande. Dus ik ga haar weer zien. En natuurlijk gaan jullie die ook weer zien op mijn YouTube kanaal in de vlog. Optredend en zo. Dus ik heb er super veel zin in. En volgende week heb ik tickets besteld voor Jordy Shore Behind the Scenes. Daar ga ik heen met Sil. En daarvoor heb ik nog een workshop. Iets met social influencers. En dat is zeg maar dat je tips krijgt over YouTube. En over hoe je bereik kan krijgen en zo.
En Monica Geus is daar ook, dus super leuk. En dat ga ik ook vloggen. En ik ga me dus met Savannah. En zometeen ga ik dus ontbijten, omkleden en al die shit doen. En dan komt Ines hierheen en dan gaan we lekker chillen. Ze zijn hier heel irritant, ze zijn aan het timmeren. Echt, de buren, die houden er maar niet mee op. Om elke keer gewoon te bol of te timmeren. Dat is echt vet kut. Maar goed, we leren ermee leven. En ik ga nu naar beneden om te ontbijten. En dan spreek ik jullie zo weer. Even naar beneden, want ik ga nu hier beneden dansen. Wow. Kijk, ik ben best wel lang voor mijn leeftijd en ik stoot dan hier echt mijn hoofd. Super chill. Deze ruimte kennen jullie nog wel van de birthday bash en ik ga hier nu repeteren. Dus let's go! En dan ga ik weer sneller. Met Ines en we zijn aan het repeteren voor de MTV IMA's. En ik ben weer niet scherp. Goedemorgen, het is vandaag zondag en vandaag sta ik in het bushokje met Ien. En vandaag gaan we iets super leuks doen. We gaan nu namelijk naar Ahoy Rotterdam. Want we hebben vandaag onze MTV auditie van de IMA's. En Ines, hoe zenuwachtig ben je op de schaal van 1 tot 10? Die noemt ze nog als we naar binnen lopen. Dan denk ik, ja. Oh shit man, ik dat moet we daar, dansen. Dat we daar echt dansen van, we hebben heel dansje geïnteren. Maar we kunnen het nu laten zien. Music, there's a long dead radio. Tring. Nee, nog 3 minuten wachten op de bus. En dan lekker naar Ahoy Rotterdam. Woehoe. Dit is trouwens mijn outfit. Sarah schoenen, Sarah broek. Bloesje van weet ik niet meer. En een lege jasje van de Pool & Bear. En mijn ID voor bed. En het is de outfit van Ines. On point. Je ziet wel dat het thema zwart was. Like. Ja, die heb jij bedacht. Zwart. Heb ik bedacht. En we gaan rocken, hè, Ien? Rotterdam, dus een trap. Kijk, en die geeft, als je erop loopt, geeft die allemaal rare geluiden. Hoe leuk is dit, jongens? Mag ik dit thuis hebben? Woe. En we gaan nu lekker... Nee, Lepkoff is dicht. Oh, we gaan nu naar Lepkoff. We zijn nu onderweg. Echt een drama. I know. We zijn dus nu onderweg naar Lepkoff. Gaan we even lekker chocoma halen en een muffin. En een muffin. En dan gaan we lekker de dag starten. En dan zometeen naar Ahoy. Yay. Gedaan voor de red ding carpet en we hebben allemaal een carpet. Dan krijg je de camera ging vallen. Ja, maar Ines wist dus niet wat hij opschreef. En ik was aan, ik zag die RC staan. Ik denk, ah, dat is goed, denk ik. Maar we moeten om 4:30 moeten we het op gaan halen. Ja, maar ik wil echt op veel eerder in de mag staan. Je niet gaan zitten. Kijk jongens, ik ga gewoon haar zien en jullie gaan haar ook zien, want ik ga natuurlijk vloggen. Jongens. Wacht, ik ga de thumbnail maken.
daar. Doei. Ines is alweer naar huis toe gegaan. Het is nu 4:15. En ja, ik wil je nog wat laten zien. Ik heb trouwens bij de Primark heb ik een Vlogmas iets super tofs gekocht. Deze super leuke kerstmok. En dat vind ik wel leuk als ik dan s'morgens opsta en dan zie ik dit en dat is super leuk. Wat ik ook wel ga doen dit jaar is een Vlogmas. Ik weet nog niet of ik het Vlog Christmas Week ga noemen. Of van Vlogmas. Maar laat even weten in de comments wat jullie willen doen. En ik ben super blij met de MTV IMA's. Dus ik zie volgende week. Zie ik Dance. Dus DNCA. Shawn Madness. En Sarah Larsson. Had ik Kashant gezegd? Weet ik eigenlijk niet meer. En heel veel andere artiesten en zo. Super leuk. En volgende week komen er 3 vlogs online. Een week van maandag tot en met vrijdag. En dan zaterdag 1 en zondag komt er ook nog 1 van online, van die dag. Maar wanneer ik ze upload, dat weet ik nog niet. Er komen volgende week trouwens 3 vlogs online vanaf, ik weet nog niet wanneer ik ze upload. Maar er komt 1 vlog van maandag tot en met vrijdag online. Dan komt er nog eentje van zaterdag online. En dan komt er eentje nog van zondag de MTV IMA online. Super veel zin in. En ja, ik ga nu de vlog afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe weekvlog. Dus, bye!